In deze video ga ik een fantasielandschap tekenen en het gaat ook een beetje over hoe zet je jezelf aan tot tekenen. Hoi, ik ben Robin Roosendaal en op dit kanaal heb ik het over tekenen, schilderen, schrijven, fantasy, alles wat ik heel erg interessant vind. Vind je dat ook leuk? Word dan vooral eventjes lid van mijn kanaal. Druk op de grote abonneerknop hier onder de video en ook op het belletje daarnaast. Dan krijg je elke keer melding als ik een nieuwe video upload. En op dit kanaal heb ik het dus over schrijven en tekenen en schilderen, zeg ik altijd. En de laatste tijd heb ik het voornamelijk gehad over schrijven. Ja, dat komt natuurlijk gewoon doordat ik dan in mijn leven ook nu even bezig ben met schrijven. En dan heb ik het minder over tekenen, maar ik vond het toch wel weer eens tijd worden voor een video over tekenen. Ook omdat ik merk, ik moet ook wel blijven tekenen, want een deel van beter leren tekenen is vaak tekenen. Dus deze video is ook een beetje om mezelf weer eens even te forceren om gewoon wat te tekenen. Ik wil een fantasylandschap tekenen en ik ga je laten zien hoe ik dat doe. Een beetje. En daarnaast gaat het er dus over hoe dwing je jezelf eigenlijk tot dat doen, tot actie. Een van de problemen waar ik namelijk bijvoorbeeld vaak tegenaan loop, als ik dan denk, oh, ik wil wel weer eens tekenen. Dan denk ik ten eerste, oké, maar wat ga ik dan tekenen? En dan als ik denk, oké, ik wil wel een landschap tekenen of een fantasylandschap, dan kan ik nog weer denken, oké, maar en hoe dan? En wat voor landschap? En ga ik dan met potlood werken of met pen of digitaal of ga ik schilderen? Er zijn zoveel opties en daar blijf ik nog vaak in hangen. En wat ik dan ook nog wel eens wil doen is naar Pinterest gaan en dan daar inspiratie op doen. En dat is superleuk, moet ik je zeggen. Ik bedoel, fantastisch. Er zijn hele mooie voorbeelden. En je kunt daar helemaal duiken in wat je leuk vindt om te kijken. Ik bedoel, vind mij ook vooral op Pinterest. Ik zit op Pinterest. Ik heb daar een aantal boards gemaakt die je kunt kijken. Waarin ik bijvoorbeeld mooie fantasy kunst heb verzameld. Vind ik hartstikke leuk. En ik kijk daar graag naar. Maar als je nou denkt, ik wil nu gaan tekenen, zoals ik dat wel eens heb, dan is het niet een goed moment om nog even te gaan scrollen op Pinterest. Want ik merk dat ik dan, daar blijf ik dan in. En dan blijf ik eindeloos daar scrollen. En dan ga je ook nog denken, oh, maar ik ben helemaal niet zo goed als al die tekenaars. En oh, dit is allemaal zo mooi. En of je komt in een soort van, ja, maar wat wil ik nou precies? Nee, niet dit. Ook niet, net niet dit. Misschien een beetje dit. Je komt er nooit meer uit. Dus ik raad dat niet aan. Ik heb dan ook in voorbereiding voor deze video dat niet gedaan. Ik merk dat ik er wel een soort van behoefte aan heb. Dus nee, ik ga het niet doen. In deze video ga ik laten zien wat ik dan wel doe. En eigenlijk heb ik dat geleerd toen ik één keer naar buitenkunst was. Vorig jaar was dat. En daar kregen we eigenlijk ook de opdracht, oké, teken maar een landschap. En we hadden 2 uur. En ik dacht toen, oh, maar wat dan? Ik raakte precies in dit proces. Alleen we hadden maar 2 uur. En ik zat daar en ik dacht, ja, nou ja, dan gaan we maar gewoon tekenen. Dus toen... toen ging ik gewoon tekenen. Dus eigenlijk is het geheim is, ga gewoon. Maar goed, ik merk dus dat ik nu ook nog in een soort weerstand zit, want ik ben nog niet begonnen met tekenen. Dus ik ga eens even kijken hoe ik mezelf daar doorheen dwing. En misschien heb je daar ook wat aan. Je kunt trouwens in deze video gewoon met me meedoen of gewoon kijken. Dat is helemaal aan jou. Oké, een van de eerste dingen die ik fijn vind om te doen als ik dan een landschap wil gaan tekenen, is eventjes wat schetsen maken. Want dan kun je beter bedenken wat je eigenlijk wil maken. En ik merk dat ik die altijd... ik ga nu gewoon een paar maken ondertussen. Ik vind het sowieso fijn om dan kadertjes te maken. Hè, dan kun je ook goed nadenken over of je liggende plaatjes wil maken of rechtop staande plaatjes. En dan, ja, dan ga ik maar gewoon een beetje experimenteren. En ik ben hier altijd heel slordig in. Want juist als ik slordig ben, dan ontstaan er soms ook dingen die ik... niet kan bedenken als ik er zeg maar netjes over nadenk. Probeer ik gewoon wat uit. En dan probeer ik dus ook niet te lang doen over één schetsje. Je ziet dat ik wel snel verval in een soort van dingen die ik al vaker heb gedaan. Blijkbaar moet dat even uit het systeem. Als ik net weer ga schetsen. Boompjes op heuveltjes zijn dus dingen die ik dan vaak teken. Hier zie je dat ik eigenlijk hetzelfde doe, maar dan in een liggend plaatje. Dus als ik merk dat ik verval in mijn standaard dingen, dan probeer ik wel mezelf daar een beetje uit te krijgen. Door, oké, je hebt nu dingetjes op heuveltjes getekend, kappen nou. Begin eens met een strand. Je ziet dat het allemaal, het stelt niet zoveel voor. Het zijn allemaal maar kleine scribbles, zeg maar.
En wat ik ook wel geleerd heb de laatste tijd is dat juist als je niet probeert te veel te doen en dat het al echt iets wordt, dan wordt het soms iets zonder dat je het door hebt. En opeens zie je er iets in wat je er daarvoor... Nee, oké, dit wordt weer boom. Dan kun je er opeens iets in zien wat je misschien niet had zien aankomen eerst. Ja, en dan op een gegeven moment merk ik soms dat ik iets begin te vinden wat me aanspreekt, soort of. Dus ik merk dat ik hier in het hoekje nu iets heb waarvan ik denk, oh, oké, ja, dat is leuk. Vormen die me aanspreken. En dan probeer ik het nog een beetje te finalizen of zo. Oké, van wat is het nou wat me hier aanspreekt? Ik geloof dat het een soort heftige rotsen worden. Met kastelen natuurlijk, want ja, fantasy. Zoals je een beetje in Monument Valley ziet. Ik zou naar Monument Valley dit jaar, maar het coronavirus gooit de roet in het eten. Even kijken. Oké. Nou, op een gegeven moment kom je dan op een punt waarvan je denkt, oké, ik weet niet precies, maar ik denk dat ik een beetje weet wat het gaat worden. Dus dan, ik heb nu geschetst op een los papiertje. Hoeft natuurlijk niet, je kunt natuurlijk ook gewoon schetsen waarop je wil. Ik ga nu over op een boekje. En ik had al bedacht, ik wil eigenlijk met pen tekenen vandaag, want daar heb ik gewoon zin in. Maar ik begin toch met een potlood om te schetsen, omdat ik toch nog eventjes wat vrijheid wil hebben in de manier waarop ik uitprobeer hoe de vormen precies komen of zoiets. En zeker als je met pen gaat werken, dan kun je heel prima met potlood eronder werken, omdat je dat gewoon weer lekker kunt weggrimmen onder de pen, zeg maar. Oké, eigenlijk is het nu die... En die me aanspreekt. Ik vraag me wel eens af waar dan dit soort plaatjes vandaan komen. En een gedeelte daarvan zit hem dus in het feit dat ik gewoon maar wat zit te krabbelen. En dan komt er iets en dan laat ik me soort van inspireren door hetgene wat ik nu een soort van ter plekke krabbel of zo. En een gedeelte komt ook misschien gewoon omdat je natuurlijk vaker al dingen hebt gezien die soort van ergens in je geheugen zitten. Ik ben niet tevreden, dus ik eigenlijk gum me in een schets ben ik het niet helemaal mee eens. Want, maar ja, toch? Nee. Het moet er even gegumd worden. Ik denk dat dingen dus soms gewoon een soort van in je onderbewuste zijn opgeslagen. En daardoor komt het dan opeens weer naar buiten. Wat ik laatst heb gemerkt is dat ik het wel leuk vind om dingen van de pagina af te laten lopen. Want dat maakt het een soort van heel groot. Dat is wel tof. Ik heb echt geen idee of dit wat gaat worden trouwens. Het zou best kunnen dat het uiteindelijk gewoon een mislukte tekening wordt. Maar ergens zit er ook wel kracht in de mislukking of zo. Dat je jezelf ook
soms als ik te lang niet heb getekend, dan zit het er ook in dat ik mooie dingen wil maken. En door op deze manier te werk te gaan, geef ik mezelf ook een soort van de toestemming of de ruimte om gewoon iets lelijks te maken. Dus dan wil ik natuurlijk niet dat het voor een video dat ik iets lelijks ga maken. Maar aan de andere kant vind ik het ook juist wel lekker om mezelf de toestemming te geven. Ja, als het mislukt, dan niet. Ik ga nu toch weer een beetje gummen en dat komt omdat ik heb eigenlijk best wel donker nu getekend met het potlood. En als ik met pen wil gaan tekenen, dan moet het ietsje lichter zijn. Dus ik haal het een klein beetje weg. Ook om mezelf dan straks met pen weer die vrijheid te geven. Zo, pen. Wat voor pennen gebruik ik hier nou voor? Ik zoek altijd, eigenlijk mijn hele leven al ben ik een soort van fan geweest van die fijne fineliners. Dus ik heb altijd een soort van zoektocht gehad naar welke zijn nou echt lekker. Vroeger was ik altijd fan van die HEMA pennetjes. En tegenwoordig zoek ik soms nog dunnere pennetjes. En heb ik ook ontdekt dat je van dit soort fineliners, dat je daar allemaal verschillende diktes in hebt. Die staat er dan op. Hier is 0,4, 0,03, super dun. En je hebt verschillende kleuren daar ook mee en zo. Dus hartstikke leuk. Dit is het merk Unipin. Bij goede teken- en schilderwinkels kun je dit soort dingen wel vinden. Ik ga met 0,4, dat is wel een aardige soort standaardmaat. Ik probeer vooral niet te netjes te tekenen. Ik zoek eigenlijk nu naar een soort van, het moet een soort van kasteel op een rots worden. Wat ook helpt hierbij is dat ik wel veel landschap heb getekend, ook in real life, zeg maar. En dat zijn natuurlijk wel ervaringen die je meeneemt in dit soort dingen. Niet dat ik zeg dat het nu perfect is of zo, maar ik merk dat ik daaraan terugdenk nu, terwijl ik het aan het tekenen ben. Wat ik dus eerder ook al gemerkt heb, ik heb al een keer eerder een video gemaakt over arceren. En daarin heb ik ook beschreven dat het helpt als je dus met pen gaat tekenen, dat je verder naar achter, dat je dunnere pennetjes gaat gebruiken. Of lichtere lijnen. Dus ik kies nu ervoor om een dunnere pen te gebruiken, maar je kunt ook een lichtere kleur gebruiken. En dat heeft allemaal te maken met het atmosferisch perspectief. Ik zal al die video's eventjes hierboven linken, dat je verder kunt kijken naar dat als je dat interessant vindt. Want je krijgt er dus meer diepte van uiteindelijk in je tekening. Ik merk dat ik inmiddels een beetje word afgeleid door de
potloodlijnen die er nog in zitten. Dus die ga ik nu toch even weghalen. Om eens even te zien wat ik nou gedaan heb. Ik zeg trouwens niet dat dit een manier is om te tekenen van, oh, zo hoort het of zo. Dit is gewoon een manier die ik nu gebruik. En ja, dat het wel werkt of zo. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om te werken. Dus er zullen vast mensen zijn die zeggen, oh nee, je moet het niet allemaal nu uitgummen. Dan. Ik doe het nu even wel. Gummen is slecht voor papier. Ja, oké. Ik heb hier nog een dikkere pen. Die ga ik eens even gebruiken. Het is eigenlijk geen pen, het is meer een soort stiftje. Het leuke van deze is dat je er niet heel goed precieze dingen mee kunt doen. Omdat hij een beetje... Ja, het is bijna een soort kwastje. En dat werkt dus wel goed, want daardoor kun je niet te precies zijn. En dat is altijd mijn gevaar. Precies zijn. Nou, je ziet nu eigenlijk al wel, doordat ik deze veel dikker aanzet, komt die meer naar voren dan die ander. Dus dat is een manier om diepte, zoals met pen, in je tekening te brengen. Ik ga nu ook een beetje arceren, want dat is, hou ik gewoon van. En daarmee kun je ook nog meer de structuur in de rots een beetje maken, zeg maar. Met arceren maak je dus structuur, maar ook... Maak je het donkerder mee natuurlijk. Dus dat zijn twee dingen die je eigenlijk tegelijk doet. En dan moet je dus ook wel rekening mee houden dat je twee dingen tegelijk aan het doen bent. Eigenlijk ben ik dus nu op een punt dat ik heb de ruwe vormen neergezet. En ik denk zelf nog, nou, ik word er nog niet super enthousiast van. Maar het is wel een punt om wat meer details te gaan uitwerken, zoals die arceringen. Omdat je daardoor meer de tekening gaat ontdekken. En het is grappig, want ik werk dus nu eigenlijk op een manier dat ik haast nog niet weet wat ik aan het maken ben. Maar eigenlijk tijdens dat ik het teken, ontdek ik het of zoiets. En dat is eigenlijk een hele leuke manier om te werken. Ik zal even een stukje doorspoelen, want ik ga nu gewoon een hele tijd streepjes zetten. Nou, je ziet dat ik een heel eind verder ben nu. Ik heb al van alles ingekrast. Ik merk altijd dat ik zelf
niet super netjes ben met dit soort arceringen. Ik heb ook wel eens kunst gezien van mensen die echt heel netjes dit arceren. Die echt perfecte lijntjes naast elkaar zetten. Ik ben niet zo. Ik doe dat veel slordiger. Beetje op gevoel. Ach ja, ieder zo zijn stijl. Maar ik let wel op. Kijk, je ziet dat ik een beetje van rechts naar links heb gewerkt. Ik heb het hier nog open, zie je. En dat komt eigenlijk omdat je ook natuurlijk, je moet op het licht letten. Want ik vind een goede tekening heeft goed licht in zich. Als in, waar komt de zon vandaan? En ik ben dus nu al aan het denken over, oké, de zon is hier achter ergens. Dus die schijnt van achter naar ons toe. Wat betekent dat eigenlijk sowieso de hele rots in de schaduw staat. Maar als de licht op, als het licht op die rots valt, een beetje, want het reflecteert natuurlijk wel een beetje van de grond of zo weer. Dus er valt wel wat licht op de voorkant, maar dat valt dan voornamelijk van die kant, zeg maar. Eigenlijk waar hier het licht ook vandaan komt. Toevallig. Dus ik werk dan een beetje dat ik het steeds donkerder maak vanuit rechts af. En dat ik probeer ook de rechterkant donkerder te maken van de rots. Dus doordat ik sommige stukjes, die arceer ik een soort van dubbel, verschillende kanten op. En door dat te doen, ontstaan er een soort van dieptelagen of zo. Het is heel vreemd eigenlijk dat dat zo werkt. Maar ja, je ziet dat het gebeurt. Dus dat is interessant. En ik heb ook geprobeerd om hierboven, dit moet dan een soort kasteel worden of zoiets. Het is een heel vreemd kasteel, I don't know. Het is fantasy, hè, heb ik gezegd. maar dat teken ik net iets strakker dan de rotsen. Omdat, ja, een kasteel, als dat gebouwd is waarschijnlijk, dan is dat natuurlijk strakker dan een rots. En ik begin ook een beetje na te denken over dat ik misschien een soort karakter in mijn tekening wil hebben. Dus die zou dan misschien hiervoor moeten komen op een soort weggetje of zo. Maar dat vind ik lastig. Dus wat ik dan soms doe als ik toch mijn schetspapier hier bij me heb, is gewoon een beetje hierop wat priegeltjes uitproberen. Zo van, oh ja, als ik mensen wil hebben laten lopen, hoe teken ik die dan? Eigenlijk zou ik wel een mannetje op een paard willen, maar mannetjes op paarden tekenen, dat is een geavanceerd level. Dus dat probeer ik over het algemeen niet. Maar als je het zo klein tekent, dan kom je soms nog wel weg met een priegeltje. Maar dat wil ik niet zomaar proberen, dus priegel ik hier even wat. Ja, nee, dat wordt geen paard, denk ik. Moet ik nog op oefenen. Ik heb een vriendin die woont in Amerika, die is heel goed in paarden tekenen. En dat komt eigenlijk omdat zij heeft altijd paarden gehad. En veel paarden getekend. Het is gewoon, als je dat vaak ziet en vaak tekent, dan word je wel beter in dat soort dingen. Maar toch, dus ook als je een fantasylandschap tekent, dan zul je ook realistische dingen moeten tekenen en natekenen om te zorgen dat je daar beter in wordt. Ja, ja. Oké. Nu is het ook nog zo dat ik, kijk, als die zon van een bepaalde kant komt, dan werpt zo'n rots natuurlijk ook nog een schaduw. Dus je moet ook nog de schaduw op de grond natuurlijk een beetje tekenen. En dat is best wel heftig. Dus misschien ga ik dat ook gewoon eens even met deze doen. En als ik dit nu zie, dan denk ik, nee, dit is veel te licht. Dus dat moet een dikkere pen worden. Maar met deze kan het misschien wel. Ik heb natuurlijk de rots hier in de achtergrond. En dan moet je natuurlijk met een achtergrond, deze wordt heel goed uitgewerkt, de voorgrond. Maar de achtergrond moet je iets minder goed uitwerken. En toch wil ik hem ook een beetje uitwerken. Je moet gewoon altijd kijken hoe ver kan je daarmee gaan. En hoe ver je daarmee kunt gaan, dat zit hem dus in de dikte van de pen die je gebruikt als je met pen werkt. Maar ook in de aantal details. Ik ben zelf vaak geneigd dat als ik dan bezig ga met die achtergrond, dat je dan daar evenveel details in wil gaan brengen eigenlijk als in wat je op de voorgrond hebt. Maar dat is een valkuil waar je voor moet uitkijken.
En dat komt, je zit er dan natuurlijk gewoon met je neus bovenop, zit je ernaar te kijken. En dan moet je je gewoon inhouden eigenlijk. Dat je dus niet daar hetzelfde detail gaat aanbrengen als in de voorkant. Als ik nou arceer, dan ga ik altijd dus verschillende kanten op. Ik teken een soort van gebouwen op, op die rotsen. En om uiteindelijk te zorgen dat het gebouwen worden. Wat het geheim is dat je raampjes erin gaat zetten. Ik zal dat eens even doen. Misschien niet met deze. Jawel, met deze. Want dat is uiteindelijk wat gebouwen natuurlijk onderscheidt van rotsen. Wat ook een valkuil is waar ik dan wel weer eens inloop als ik dit soort dingen aan het tekenen ben, is dat je op een gegeven moment een soort van genoeg krijgt van het zetten van streepjes. En dat je misschien een soort van makkelijker wordt. Dat heb ik dan. Dus dan moet je op letten. Gewoon. Dat je dat gewoon niet doet. Ja, zo simpel kan het zijn. Omdat je anders gewoon zoveel. Dan heb je anders krijg je te veel verschil in je arceerwerk. Dus merk dat me ook helpt bij dit soort dingen is gewoon dus verschillende pennen gebruiken. Waardoor je wat afwisseling krijgt in het soort lijnen wat je zet. Dan wordt het interessanter dan. Zo, ik doe gewoon wat poppetjes op de weg. En poppetjes in zo'n landschap is natuurlijk niet meer dan een soort van frummeltje. En eigenlijk met die mensjes die ik er nu inzet. Daarmee geef je ook een beetje de grootte weer van wat je tekent. Dus ik de menselijke maat geeft heel duidelijk aan hoe groot iets is. En dat is wel leuk. Wat nu het belangrijkste is eigenlijk wat ik nog moet doen is gewoon een beetje schaduw toevoegen. Want ik heb hier al een beetje geprobeerd de schaduw van de berg neer te zetten. Maar die is nog niet helemaal overtuigend genoeg. Dus die ga ik nu nog eens eventjes toevoegen. En ook hier, ja.
die lijnen die maken het dus donkerder, maar ook geven ze structuur. Dus ik probeer niet te veel hetzelfde te doen of zo. Want daar wordt het saai van. Aan de andere kant wil je het nou ook weer niet daar te veel focus op leggen. Nou ja, het is een beetje een zoektocht. Ik merkte nu opeens dat het hem ook een beetje zat, dat het nog niet klaar voelt, doordat die berg daar niet echt eindigt aan die kant. Dus ik probeer nu een wat duidelijkere afbakening te maken. Soms als je denkt, ik weet het even niet meer, dan is het goed om een soort van met afstand ernaar te kijken. En dit is dus niet genoeg afstand dan eigenlijk. Want als je van een afstand ziet, dan zie je opeens soms weer de fouten. En waar je nog aan moet werken. Uiteindelijk vind ik een tekening vaak lekker gaan werken op het moment dat er goed licht in zit. En dus ook als je goed licht wil aanbrengen, dan zit hem dat vaak ook in dat er dan ook goede donkere partijen zitten. Dus ik ben nu nog eigenlijk juist met de dikste stift die ik hier heb, ben ik nog extra donker aan het toevoegen. En een beetje extra detail in de rotserigheid. Omdat het denk ik daar dan nog net steviger van wordt. En ik doe dit heel erg een beetje op gevoel. Ik zeg niet dat het daar perfect van wordt, want als je zegt ik doe het op gevoel, dan is het zo van, oh ja, ik heb een enorm goed gevoel hiervoor. Weet ik veel. Ik doe ook maar wat.
Ik merk trouwens als ik dit soort dingen zit te rommelen, dat ik niet heel scherp kijk. Als ik een beetje scheel kijk ernaar, want dan zie ik eigenlijk een soort van, ja, de grovere vormen. En de, ja, wat het nog nodig heeft qua donker en structuur en zo. Dus ik kijk juist niet heel precies op het moment. Maar lekker een beetje alsof ik een bril nodig heb. En dan komt er natuurlijk op een gegeven moment kom je op een punt, en dat is altijd tricky, dat je moet bepalen dat het klaar is. Want wanneer is dat? En ik ben bijna op dit punt. En het is altijd, je kunt heel lang doorgaan, maar op een gegeven moment ben je voorbij dat punt. En daar moet je altijd voor uitkijken, want dan ben je dus te ver doorgegaan en dan is het niet meer goed. Ik merk dat ik wel lol heb in het tekenen van zo'n rots. Gewoon omdat het niet heel precies is. Hè, laat mij niet te veel architectuur tekenen. Maar gewoon natuurlijke vormen, rotsen en zo, een beetje rommelig. Dan heb ik er wel plezier in. Ik denk dat ik er gewoon mee stop nu. Ik kan hier nog eindeloos aan doorpriegelen. Misschien doe ik dat later ook nog wel. Maar voor de video denk ik, voor nu is het wel goed zo. Ik zal je nog één truc laten zien. Ik ga eventjes een foto ervan maken met mijn telefoon. Want ik had het net over dat je van afstand moet kijken. Soms is dat lastig met zoiets kleins als dit. En dan werkt het soms goed. Dan is het altijd een truc om daar een goede foto van te zien te maken. Dan werkt het soms goed om het even met je telefoon een foto te maken. Omdat je daar dan eigenlijk weer beter mee kan uitzoomen. Zeg maar. Dan zie je het toch weer anders. En dan zie ik nu dat het een soort van... Ja, dat helpt dus. Niet altijd gezegd dat je daar dan per se, dat je het er dan meteen beter mee maakt. Ja, zoals ik al zei, je kunt eindeloos door blijven rommelen. En ik stop er maar gewoon mee nu. Wat ik al aan het begin aangaf, is dat het soms werkt om jezelf een tijdslimiet te geven. Ik ging dus op die keer op buitenkunst, ging ik gewoon tekenen. Omdat ik dacht, shit, maar ik heb maar 2 uur, dus ik ga maar gewoon aan de slag. Weet je wel? Dus dat kan soms helpen. En ook bij dit soort dingen kan dat soms helpen. Ook omdat het je een einde geeft van, oké, nou, het is gewoon klaar nu. Weet je wel? En ik zeg niet dat op deze manier van tekenen, door jezelf te dwingen te beginnen en een tijdslimiet te geven, daardoor... maak je niet per se altijd de mooiste dingen. Maar het helpt mij dus wel om op deze manier soms weer aan het tekenen te gaan. En dat is ook gewoon soms heel fijn. Want ik heb nu dus ook al een tijd niet echt getekend. En zeker niet op deze manier. Ik heb de laatste tijd wat digitaal gewerkt. Dus ik vind het ook wel een hele leuke manier om jezelf dus te dwingen om weer wat te doen. En zeker met fantasy landschappen. Ja, daar kun je eigenlijk van alles doen. Dus het maakt ook niet heel veel uit wat je doet. Als je maar gewoon gaat werken en wat gaat doen. En dat... vind ik zelf eigenlijk heel leuk. Dus deze video is ook weer een herinnering aan mezelf om dit vaker te doen. En soms gewoon 2 uur te nemen en gewoon wat te krabbelen. En dat is gewoon eigenlijk heel lekker. Nou, ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze video. Dat je iets geleerd hebt over fantasy landschappen tekenen. Iets geleerd hebt over misschien hoe je jezelf weer aan het tekenen krijgt. Net als ik dat nu gedaan heb. Mocht je hier nog gedachten bij hebben of vragen, laat ze altijd achter in de comments onder de video. Dat vind ik altijd super leuk. Praat gerust met me verder daar. En voor nu, voor deze video, sluit ik hem af en zeg ik dankjewel voor het kijken.